Dracula Untold. Dracula niet verteld. Blijft crazy. Engelse filmtitels naar het Nederlands vertalen. Maar met Dracula Untold maakt Gary Shore zijn regiedebuut voor een grote speelfilm. En daar ben ik aardig zeker van. Snap je, Gary Shore? En in de film draait het om Vlad, gespeeld door Luke Evans, die je waarschijnlijk kent van Fast and Furious 6. En deze Vlad Janus is prins van Transylvanië. Het welbekende land als het gaat om Dracula's en andere horrorfiguren. Vlad heeft een nare jeugd meegemaakt, want vroeger is hij weggegeven aan de Turkse sultan, omdat die man 1000 jochies nodig had voor zijn Turkse leger. Gelukkig wist Vlad dat te overleven, keerde terug naar Transylvanië, werd daar de baas, zorgde voor 20 jaar vrede, totdat die verdomde Turken weer terugkwamen om hun jaarlijkse donatie op te halen. Tot dit moment denk je bij jezelf, het ziet er allemaal super vet uit, het verhaal kan nog alle kanten op, het kan een hele vette film worden. Ja, ik laat aan jou over of je het vet of niet vet vindt wat ik nu ga vertellen. Want die Turken denken dat Vlad achter de vermissing zit van 2 Turkse verkenners. En uit het niets vragen die Turkse opnieuw om 1000 jochies, waaronder de zoon van Vlad. En vanaf dat moment weet je precies hoe de film gaat lopen. En dat vind ik jammer. En de enige oplossing die Vlad kan bedenken is de berg Broken Tooth beklimmen. Gebroken tand. Weer zoiets raars als je het letterlijk vertaalt naar het Nederlands. In de grotten van de berg Gebroken Tand woont de heer Dracula, a.k.a. Vampire, a.k.a. Bloedzuiger. En deze man die zegt tegen Vlad, ik kan jou helpen. Ik geef jou die Dracula super bloedzuigende superpowers. Maar dat heeft wel gevolgen, want wanneer Vlad binnen 3 dagen mensenbloed drinkt, dan zal hij voor eeuwig een vampier blijven. En doet hij dat niet, dan zal hij na 3 dagen gewoon weer een normale man zijn. Maar goed, de heer Vlad die kan in 1 avond wel 1000 Turken afslachten, maar in 3 dagen 100.000 Turken afslachten. Ik moet natuurlijk niks verklappen. Maar goed, de heer Vlad neemt de hulp aan van de heer Dracula, met als gevolg dat de heer Dracula de vrijheid krijgt en zijn wraakgevoelens kan gaan uiten op iemand. En wie dat is, dat zie je niet in de film. En dat is nog zoiets dat je bij jezelf denkt van, jongens, wat? Oké, op het laatste gebeurt er dan nog wel iets wat misschien duidt op een vervolg. Maar of dat er daadwerkelijk komt, ik heb geen idee. Maar ja, het hele verhaal blijft gewoon oppervlakkig en voorspelbaar. En dat vind ik jammer, want de sfeer vind ik wel heel erg tof. Weet je, dat middeleeuwse stijltje, dat zwaardvechten, et cetera, dat vind ik tof. Alleen het verhaal, bijna het belangrijkste gedeelte van een film, dat valt gewoon tegen. Heb je nou zin in een heerlijke what you see is what you get film? Dan is Dracula Untold echt perfect. Persoonlijk vind ik het maar niks. 2 sterren, Dracula Untold. Heb je een vraag over Dracula Untold? Misschien kan ik je helpen, want ik heb de film natuurlijk al gezien. Laat die vraag dan even achter in de reacties en dan beantwoord ik hem ZSM. Vind je deze review hartstikke handig en interessant? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer ook gelijk eventjes op de Filmfabriek. Het is helemaal gratis. Kijk je deze video nou op je mobiele telefoon? Draai hem dan even om, want dan kan je makkelijker naar de videobeschrijving voor het linkje van een andere filmreview van een film die je misschien ook wel interessant vindt of misschien juist interessant vindt omdat je deze film echt ook bagger vindt. En kijk je deze video vanaf je laptop? Klik dan gewoon daar, dan kom je ook bij de review terecht.